Het is een... Wat gaat het worden? Ja, het is Farfetch'd. Wat vet, het is Farfetch'd. Oeh, dit is leuk, dit is leuk. Yo, Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag gaan we weer lekker verder met de Nuzlocke Challenge in Pokémon Let's Go Eevee. En we waren hier gebleven, we zijn onze Pokémon keihard aan het trainen voor de gym van Koga. Want de gym van Koga, dat wordt nog wel eens een klusje, jongens. De meeste Pokémon zijn level 41, Eevee is level 47, Snorro is nog wat zwakker en ook Lapras is wat slakker. Slakker? Zwakker. Snorro is pas level 36. Maar Snorro gaat op zich wel lekker. Jump Kick doet natuurlijk wel pijn op Snorro. Super effective. Ja, ik wist het dat hij een fighting type attack had, die Dodio. Dit ga ik dus niet overleven. Moet ik nu alweer wisselen naar Eevee? Potverdikkie, ik dacht dat ik dit wel met Snorro zou kunnen. Maar die Dodio kent natuurlijk fighting type attacks. Freaking Dodio's altijd. Moet je zien, jongen, hoeveel pijn die Eevee ook doet. Wat ben je aan het doen, joh? Dodio, doe eens normaal. Dit is echt nergens voor nodig, hè? Ik bedoel, we zijn nog maar net begonnen met deze video. Je hoeft niet gelijk zo lullig te doen. En hier komt Tsunami. Die gaat het opnemen tegen Pidgeotto. En Tsunami gaat Thunderbolt gebruiken. We hebben Thunderbolt geleerd aan Tsunami aan Lapras. En dat doet best wel lekker veel pijn. Oh, we krijgen nu een Whirlwind op ons hoofd. Dat betekent dat wij eruit worden gegooid. En dat er nu een andere Pokémon voor in de plaats komt. En dat is Ninetales. Ja, en Ninetales die kent dit ook wel aan hoor. Dat gaat ook wel lukken. Flamethrowertje op zijn bakkes. En dan is het einde oefening voor deze Pidgeotto. Sorry Pidgeotto. Snorro. Snorlax groeit naar level 37. En dan heb ik wat potions gebruikt. Ja, een aantal van jullie die zeiden van... Ja Rick, maar je mag toch geen gift Pokémon gebruiken? Dus je mag Lapras eigenlijk ook niet gebruiken. Het is een optionele regel in de Pokémon Nuzlocke Challenges. Het is niet dat het per se niet mag. Het is meer zo van je moet zelf weten of je het niet wil. En ik heb inderdaad in het begin gezegd dat ik het niet wilde. Toen ik Bulbasaur, Charmander en Squirtle kon krijgen als gift Pokémon. Toen heb ik dat dus niet gedaan. En ik was het eerlijk gezegd gewoon even helemaal vergeten. Dat ik dat gewoon had gezegd tegen jullie. Dat ik geen gift Pokémon wilde gebruiken. Nu heb ik Lapras in mijn team. En dan denk ik van, nou ja, laat ik die Lapras dan maar gewoon in mijn team houden. Trouwens wel echt heel sick hoe die Snorlax gewoon in één keer de Chansey nakte, jongen. Holy crap, zeg. Snorlax is sick. Dat mag duidelijk zijn. Snorlax is helemaal gestoord. En als we straks hier naar boven gaan, dan mogen we weer een nieuwe Pokémon vangen. Dat is wel heel erg tof. Ik weet niet of dat dan al in dit stukje gras hier is, of dat het pas in het volgende stukje gras is. Dat zullen we zo wel zien. Ik denk dat dit nog dezelfde route is. Ik denk dat we hier geen nieuwe Pokémon mogen vangen. Nee, hier mogen we nog geen nieuwe Pokémon vangen. Dat had een Bellsprout geweest, dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. We kunnen strakjes niet op het water gaan, dat is wel jammer. Anders hadden we misschien een Horsea of een Staryu kunnen vangen. Maar ja, we kunnen nog niet op het water, want we hebben die surf move nog niet. Hier, een Graveler. Let's go, Snorro. Ja, dit zijn dus de wat sterkere trainers. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, kijk, hij begint al heel slim inderdaad met Stealth Rock. Dat zorgt ervoor dat alle Pokémon die ik er nu uit ga gooien, dat die dus geraakt worden door die scherpe steentjes. Ik moet deze Graveler 3 keer raken met Brick Break. Hij gaat lekker Sand Attack. Ja, hij is goed bezig. Hij zorgt ervoor dat ik dus met hem misschien niet ga raken. En dus ervoor kiest om een andere Pokémon eruit te sturen. En die wordt dan gelijk geraakt door die Stealth Rock. Gelukkig raak ik hem nog wel. Kijk, hij doet nog een keer Sand Attack. Volgens mij is deze Pokémon een beetje het voorwerk aan het doen voor de andere twee Pokémon die deze trainer nog heeft. Kijk, nu mis ik inderdaad. Ik ben benieuwd als ik bijvoorbeeld straks wil resten, of dat dan goed gaat. Earthquake doet altijd pijn. Earthquake doet altijd pijn. Ik hoop dat ik hem... Nee, ik raak hem niet, jongens. Je moet hem nu gaan raken, want je hebt nog 11 HP over. Ja, oké, top. Ik durf nu niet rest te doen. Ik durf het gewoon niet, want als ik mis ben ik mijn Snorlax kwijt. Daar zit ik echt niet op te wachten. Ik krijg nu te maken met een Magneton. En daarvoor ga ik Pixie er natuurlijk uitsturen. Pixie die dus wordt geraakt door de scherpe steentjes van Graveler. Maar ik hoop dat ik wel heel snel kan afrekenen met die Magneton. Kijk, zie je, het raakt me wel hoor. Potverdikkie zegt die steentjes. Man, kom op Flamethrower. Pak hem aan. Yes, yes, we hebben hem gewoon shot. Dat is lekker. Magneton geen kans geven met zijn Flash Cannon, wat een hele goede aanval. Pixie groeit naar level 42. Dit gaat lekker, jongens. Ik ben blij dat Pixie nog altijd bij ons is. En dan moeten we nu tegen Hunter. En daarvoor blijf ik eventjes bij Pixie. Let's go. Ik denk dat Flamethrowers goed genoeg zouden moeten zijn voor Hunter. Maar die Hunter is wel level 40, jongens. Ja, kijk, dit doet toch best wel pijn, hè? Doet aardig wat pijn. Hoeveel pijn doe ik met Flamethrower? Oef. Ja, ik ga voor de zekerheid toch maar even een Hyper Potion gebruiken op Pixie. Ik wil niet dat Pixie kapot gaat, jongens. Pixie moet mee naar de Elite Four. Pixie moet het vol gaan houden. Hij doet nog een keer een Shadow Ball. En die Shadow Ball, ja, doet aardig wat pijn, jongens. Ook wetende dat hij sneller is. Als ik nu een critical hit op mijn hoofd krijg, ja, dan heb ik echt een probleem. Geen critical. Alsjeblieft.
Oké, we overleven het. Yes, we overleven het met Pixie. Woe, lekker bezig Pixie. En Pixie sloopt de Hunter. Oh man. Gelukkig maar. Ik wil Pixie niet kwijt. Ja, en dan gaan we door naar de volgende route. Dan ga ik straks eens even een lure aanzetten, jongens. Want we kunnen natuurlijk een nieuwe Pokémon vangen. En dat zou super tof zijn. Oeh, Farfetch. Dat zou zo leuk zijn. Laten we eerst inderdaad gaan proberen om die nieuwe Pokémon te vangen. Dan zetten we de lure aan. En dan gaan we straks battelen met al die trainers hier zo. Welke Pokémon gaan we hier zien? Hier links in dit stukje gras. Het is een... Wat gaat het worden? Ja, het is Farfetch'd. Wat vet, het is Farfetch'd. Oeh, dit is leuk, dit is leuk. We gaan proberen Farfetch'd te vangen, jongens. Gooi er maar even een Silver Raspberry op. Moet ik goed gaan mikken? Oké, we hebben een Great Throw. Let's go, Farfetch'd. Kom, join ons. Ja, we hebben Farfetch'd. Dit vind ik leuk. Dit vind ik heel erg leuk. Niet dat ik Farfetch'd ga gebruiken waarschijnlijk. Maar het is wel super leuk om de Farfetch'd in je team te hebben. We krijgen 1042 XP. Dat is lekker veel, man. Daar is die hoor. Farfetch'd. Het is een zeldzame Pokémon. Hij begint een beetje uit te sterven. Dus dat is super leuk om die in ons team te hebben. Welkom. En dan pakken we even die Pokéball op. En dat is gelijk een Max Lure. Hoppa. Farfetch'd is level 37 maar liefst. Dit is geen super goede Pokémon volgens mij hoor. Maar goed, we hadden hem nog niet. Dus dat is top. En dan gaan we nu eens kijken bij deze twee mannetjes en vrouwtjes. Wij mogen tegen Jigglypuff. En jongens, dit moet Snorlax wel lukken, toch? Die Brick Break van daarnet was echt gestoord. Kijken of we dat nog een keer kunnen doen. Ja, het is natuurlijk niet super effective, omdat Jigglypuff volgens mij dan alleen Fairy is. Oh nee, zit me nou niet te paralyzen, man. Freaking Jiggly. Oh, je gaat ook nog even double edge. Oké, je gaat jezelf even pijn doen. Wij fixen deze Jigglypuff wel met Brick Break. En we krijgen knijter weinig XP. Dan mogen wij nu tegen Weepin Bell. En dat zou een prooi moeten zijn voor mijn Lapras. Lapras die bijna level 38 is. Dus als we dit gaan fixen, groeit Tsunami inderdaad denk ik naar level 38. Oh man, wat zitten jullie me nou de hele tijd te paralyzen, man? Dit kost me alleen maar paralyze heals, joh. Doe eens normaal. Het is helemaal nergens voor nodig, dit allemaal. Ja, en nu kan ik ook dus... mijn move niet gebruiken. Krijgen wij een blaadje op ons kop wat super effectief is. Dit is zo flauw. Critical hit nog erbovenop. Willen jullie dan echt dat ik mijn Pixie uit de kast haal die jou even keihard verbrandt, Weeping Bell? Vind je dat lekker? Hou je daarvan? Vind je dat chill of zo? Als je gewoon volledig verschroeid wordt. Hè, is dat wat je wil? Ja, je kan het krijgen hoor. Als je dat dan liever hebt, dan doen we dat toch gewoon. Hier. Een flamethrower bovenop je bakkes of in je bakkes. Hoppa! In je bakkes, Weeping Bell. Ik zit toch een beetje te denken om Tsunami nog te vervangen. Het zit me toch niet helemaal lekker met Lapras. Ik weet het niet. Zo'n beetje alles wat we tegen ons krijgen is super effectief. Natuurlijk ook gras net, omdat we als tweede type gewoon een water-Pokémon zijn. Waarom is Lapras gewoon niet alleen ijs? Als Lapras alleen ijs was, dan was er nog wel te doen, maar ja. Yeah. Nou, die Sandshrew die gaat even een Earthquake erbovenop gooien. Alsjeblieft, Sandshrew, krijg jij een kopstoot van mij? Of wil je liever een Brick Break op je bakkes? Komt hij weer hoor, met zijn Earthquake. Hier, Brick Break. Ja, het doet ongeveer hetzelfde. Sandshrew die doet een beetje irritant hier. Hou eens op. Dankjewel. Doei, Sandshrew. Ondertussen groeit Lapras nu wel naar level 38. Krijgen we te maken met Sand Slash. En de grote vraag is, zou Tsunami dit dan wel kunnen fixen? Deze Sand Slash. Let's go, Tsunami. Give it all you got. Kom op. Oké, dat doet weinig damage. Kom op, meer damage. Gelukkig doet Sand Slash ook alleen maar Slash, wat niet heel veel pijn doet. Pak hem. Nu krijgen we een Earthquakey. Tsunami kan dit in ieder geval wel fixen. Ja, het is toch echt wel een beetje afwachten tot we betere moves krijgen voor onze Lapras hoor. Queen groeit ondertussen naar level 42. En Nidorina leert op level 47 haar laatste aanval. Dus op level 47 gaan we eindelijk Nidorina evolueren naar Nidoqueen. Dan krijgen we hier te maken met een coach trainer. En daarvoor heb ik dan natuurlijk eventjes Eevee op plek nummer 1 gezet. Eevee is toch wel mijn sterkste Pokémon en ik hoop dat hij dit kan fixen. Ik ben benieuwd welke Pokémon deze coach trainer Priya heeft. Ze heeft in ieder geval twee Pokémon waarvan de eerste een Butterfree is. Poison-type Pokémon. Nee, Bug-type Pokémon. Of gewoon allebei-type Pokémon. Dat kan ook. Nee, correctie. Butterfree is natuurlijk een Flying-type Pokémon. Een Bug en een Flying-type Pokémon. Dus wij gaan voor Buzzy Buzz. Dus even kijken wat dat doet.
Dat doet best veel pijn, dat is nice. En we paralyzen gelijk Butterfree. Oké, het zit ons mee. Maar nu krijgen we Sleep Powder. Oh. Ben jij zo'n coach trainer die gewoon iedereen altijd in slaap sust? Dat dacht ik al. Oh, Dream Eater. Ja, dit is dus wat Hunter ook gaat kunnen eventueel. Dream Eater. Alleen mijn Hunter kent dus geen moves meer waarmee die Pokémon in slaap sust. Dus dat is wel een probleem. Je kan natuurlijk alleen dromen eten als je tegenstander aan het dromen is. Kijk, die Butterfree die heeft helemaal geen last van zijn paralysis. Dit is wel een beetje jammer, jongens. Ik dacht dat ik geluk had, maar dat valt best wel mee. En doen we nog een keer een Buzzy Buzz op zijn bakkers en dan is het in ieder geval klaar met deze Butterfree. Hebben we er hier geen last meer van. Dikke doei, Butterfree. En dit is het einde. Dag. Dan hebben we nog een tegenstander. En dat is een Clefable. Nou, weet je wat? Daar laten we het ook eventjes bij Eevee. We zijn 7 levels hoger, dus dat moet op zich wel lukken. Met Bouncy Bubble, waarmee ik mijn HP weer een beetje terugkrijg. We hebben een critical hit, dus dat is lekker. Dan kunnen we onze HP weer goed aanvullen. Ja, en deze Clefable wil mij dus ook weer laten slapen, hè? Freaking Clefable. Doe eens even niet. Jullie zijn de masters van sleeping of zo. Nee, jongen. Helemaal niet. En hoppakee, Clefable is paralyzed. En dan fix ik het met de laatste Bouncy Bubble. Dan is mijn HP ook gelijk weer helemaal vol. En dan hebben we deze trainster verslagen. Dat is lekker. Hier ben ik blij mee, jongens. Altijd even afwachten hoe dit gaat in deze battles. Je hebt altijd de kans dat je hier toch wel een Pokémon verliest. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. En groeit Eevee naar level 47. En dan ben ik benieuwd wat we gaan krijgen van Coach Trainer Priya. Want je krijgt altijd wel een cadeautje. En dat is inderdaad de TM59 Dream Eater. Dus technisch gezien zouden we Hunter nu al kunnen evolueren. Maar laten we dat doen als we ook niet Arena evolueren. Dan ben ik dus best wel benieuwd wat voor trainers hier nog meer staan. Of zij water-Pokémon hebben of andere Pokémon. Deze trainer heeft in ieder geval over een Moonstone. Dus dan denk je ook wel aan Jigglypuffs of Clefairies of Nidorinos of Nidorina's. Ja, het is een Nidoran. Hij wil natuurlijk een Moonstone hebben voor zijn Nidoran. Om straks een Nidoking te krijgen. Wat een echte basis natuurlijk, Nidoking. Hij begint even met een Fury Attackje. Die raakt mij maar 2 keer gelukkig. Dat scheelt, dat duurt het allemaal niet zo lang. Ik doe Brick Break, maar dat was natuurlijk niet super handig. Laat ik gewoon doorgaan met Headbutt. Terwijl hij een Poison Jab doet. Dan hoop ik niet dat ik nu gepoisoned raak. Nee, gelukkig niet. Doe ik even een headbutt op zijn bakkes en dan is het klaar met Nidoran. Nu dan wel, Nidorino. Ik ga hem in ieder geval 1 keer headbutten en misschien ga ik daarna wel even resten. Of zal ik hem eerst even... Oké, laat ik gaan resten. Laat ik even slapen. Ik bedoel, met die Fury Attacks en zo, dat doet toch bijna geen damage. Wel trusten, Snorlax. Vul je HP maar even bij. Ondertussen zijn we 3 keer geraakt door Horn Attack. Worden we weer wakker en gooien we een headbutt op Nidorino. En is dat gewoon een einde verhaal voor Nidorino. En hebben wij weer wat meer HP erbij. En groeien we naar level 38. Hier vinden we een Awakening. Dan gaan we even kijken wat er in deze Pokéball zit. En dan heb ik Pixie maar eventjes op de eerste plek gezet. Oh, is de specialiteit Pokémon van de zee? Ja, dan is Pixie niet de beste keuze, jongens. Oh nee, Electabuzz. Ik heb het blijkbaar verkeerd gelezen. Electabuzz doet Quick Attack. Dat vind ik helemaal prima, want dat is een move die niet zo heel veel damage doet. Dan kan ik er overheen met mijn Flamethrower. En daar heb ik er 2 van nodig en dan verslaan we Electabuzz. Hij doet nog een keer Quick Attack. Heb je geen betere aanvallen met je Electabuzz? Kom op, man. Je kent toch wel meer moves dan Quick Attack, joh. Kom op. Kom op. Be a good trainer. En wat ligt hier dan voor item? Het is een Waterstone. Helaas gaan we geen Eevee meer tegenkomen, dus we kunnen geen Vaporeon krijgen. Dit was geen trainer. Die vertelde mij iets over catch combos. Dan ga ik eens even kijken wat er in dit huisje is, want volgens mij ben ik nog nooit in dit huisje geweest. Deze persoon kan niks meer herinneren. Ben jij de Move Deleter? Nee, je bent niet de Move Deleter. Oké. Ben je dan Mr. Dazzling? Ja, hij is Mr. Dazzling. En dan krijgen we de TM Dazzling Gleam van hem. Nou, dankjewel. Lijkt me een prima aanval. Volgens mij was het vroeger wel de Move Deleter, maar is dat gewoon nu niet meer de Move Deleter. Alleen Troll kan Dazzling Gleam leren. Kan nog best wel nuttig zijn hoor, deze move. Ondertussen krijgen we volgens mij te maken met allemaal vissers. En daar ligt een Snorlax. Maar voor deze vissers heb ik Lapras op de eerste plek gezet. Onze Tsunami. Want die kan er natuurlijk met Thunderbolt wel wat tegen doen, hoop ik. Toch? Jij kan deze tentacool wel fixen, toch? Pak hem! Lekker! Oeh, en een Kingler. Daar krijgen we wel iets meer XP van dan van een tentacool. Yo! Bam! One hit KO. Lekker hoor! Dus die Kingler heeft een veel slechtere defense dan een tentacool. Dat vind ik wel sick. Pixie groeit naar level 43. En dan ga ik hier niet verder naar boven, want we hebben natuurlijk al een Snorlax. Ofwel, gaan we wel. Gaan we dit wel doen? We mogen deze Snorlax gewoon vangen. We hebben straks 2 Snorlaxen in ons team. Dan zijn we helemaal onverslaanbaar. Go Tsunami! Daar heb ik dan weer niet over nagedacht. Dat ik Tsunami als eerste in mijn team deed. Dat lijkt me niet heel handig. Laten we gewoon Eevee eruit sturen. Die kan even buzzy buzzen. Zodat hij geparalyzed raakt.
Het zou lekker zijn als hij dan niet in slaap kan vallen, namelijk door die paralyzation. Let's go with Betty Bird! Nu gaat hij dus wel slapen. Misschien moet ik gewoon keihard voor Glitzly Glow gaan. Dat we hem gewoon met Glitzly Go gaan slopen. Helpt ook niet echt hoor. Het helpt allemaal niet zo goed. Als het niet werkt, als ik hem nu niet neerkrijg, dan moeten we voor Hunter gaan met Toxic. Want hij is nu weer wakker. Hij doet headbutt. Dan moeten we hem nu eigenlijk gaan verslaan. Kom op, Glitzly Glow. Versla de Snorlax, Eevee. Kom op. Doe het. Yes. Oké. Okay. Lekker gedaan, Eevee. Dan gaan we nu weer proberen om de Snorlax te vangen. Kijk, we gooien wel gelijk een excellent, jongen. 1, 2. Oh, dat is jammer. Misschien toch maar even een berry gebruiken dan. Een zilveren raspberry. Ik ga 1 zilveren raspberry erop gooien. Voor de rest ga ik gewoon normale berries erop gooien. Anders vind ik het zonde van mijn berries. 2, 3. Yo, we hebben gewoon 2 Snorlaxen. Hoe hebben we 2 Snorlaxen kunnen vangen, jongen? Dat is wel echt geluk, jongens. Dit is helemaal top. Dan hebben we hier nog een paar trainers staan die ik ga verslaan in de volgende aflevering. En dan hoop ik in de volgende aflevering ook Koga uit te kunnen gaan dagen. Wil je dat zien? Doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!